Peter van der Hout van Beter Wonen, Albelo vannacht opgeschrikt door een grote brand. Jazeker, anders wakker worden 's ochtends als je een bericht krijgt dat een bijzonder gebouw in Almelo in brand staat. Een vrij stevige brand die aan de orde was. Dus wat dat betreft ook alle reden om met heel veel materiaal hierheen te komen voor de brandweer in de regio. Ja, want het was al begonnen met de verbouwing, hè? Nieuwe appartementen komen erin. We waren begin januari begonnen om eindelijk aan de slag te gaan in de Rietmavo om hier appartementen te gaan realiseren. De aannemer was ook al gestart, de bouwhekken stonden. Dan is dit vooral een hele vervelende situatie. Wijkwethouder Anja Timmer, geschrokken? Ja, zeker. Vanmorgen toen ik opstond zag ik het natuurlijk al. En er waren foto's en filmpjes van enorm uitslaande brand met hele hoge vlammen. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje verbaasd dat de buitenkant van het pand nog zo intact is. Ja, want het ziet er zo op het eerste oog nog redelijk uit. Nou, ik heb Peter van der Houten, directeur Beter Wonen, net gesproken. En die had zelf ook wel het gevoel, het had echt nog wel veel erger kunnen zijn. Want de buitenkant staat eigenlijk grotendeels. Het dak is natuurlijk heel erg beschadigd. En er zijn natuurlijk wel, moeten nu dingen uitgezocht worden ten aanzien van veiligheid van het pand. En dan moeten onze mensen van bouw- en woningtoezicht maar goed naar kijken. Asbestinventarisatie is gedaan, dus er moet nu even gewoon heel veel werk verzet worden. Maar als ik hier zo sta, is het natuurlijk een trieste aanblik. Maar aan de buitenkant zou je niet zeggen dat het zo'n enorme brand is geweest. Op dit moment vooral eerste prioriteit zorgen voor de welzijn van mensen en zorgen dat de omgeving weer verantwoord aan de slag kan. Dat hebben we nu in de greep en we gaan nu de feiten opmaken. Wat is de situatie? Wat kunnen we? Hoe gaan we verder? En wat zijn de mogelijkheden om alsnog in dit bijzondere gebouw de appartementen te realiseren? Ja, als je de videobeelden ziet, het was een zeer felle brand. Als ik nu zo kijk, lijkt de buitenkant toch nog redelijk intact. Dat is ook mijn eerste gevoel. Toen ik vanochtend de eerste beelden zag, dacht ik van wat staat er straks nog? Als ik nu kijk wat er staat, zitten er nog veel beeldbepalende elementen in de buitengevel. Ik vind het vooral van belang dat we goed kijken wat is verantwoord om te doen. Wat zijn de mogelijkheden? Daar laten we ons graag over adviseren op korte termijn. En dan maken we ook de balans verder op. Maar ik denk dat als ik kijk naar de beelden van 3:30 vanochtend en nu, dan denk ik dat het netjes is afgelopen. Nou, afwachten wat de planning gaat worden. Wanneer zou het klaar moeten zijn? Ik heb eerder tegen mensen gezegd dat ze hier met de kerst kunnen gaan wonen. Dat was voor deze brand. Ik ga nog even geen nieuwe uitspraak doen wanneer dat weer is. Maar ik ga in elk geval zorgen dat we zo snel mogelijk wel weer aan de bak kunnen. Prachtig, hè? Het is echt een heel mooi, prachtig scherm. Fantastisch. Deze? Ja, die was het. Ja. Oh, hij doet het! Zo'n 2 jaar geleden zijn we begonnen met praten over de nieuwe inrichting en de herinrichting. En gaandeweg zijn we vanuit de inhoud tot de vorm gekomen die het nu is geworden. Nou, al snel bleek eigenlijk dat de inhoud groter was dan de ruimtes konden dragen. Eigenlijk zitten in alle ruimtes ramen. Dus je hebt erg weinig handruimte. Je wil wel een verhaal vertellen, dus we hebben ervoor gekozen om... zoals je hier ziet, ook een hele grote blauwe wand in elke ruimte te plaatsen als voorzetwand. Waardoor de inhoud wel zijn plek kon krijgen. Ja. Het is natuurlijk een stadsmuseum, dus het gaat over Almelo. Dus wij hebben ons ook gebaseerd op elementen die in Almelo voorkomen. Dus de kleur die je hier duidelijk herkent is natuurlijk Almelo's blauw. En deze technische wanden, er zit wel techniek in, ze kunnen ook delen uit elkaar. Dat hebben wij dus opgebouwd uit de ruitvorm, wat ook weer natuurlijk terug te leiden is op het schild van het schildmerk van Almelo. En in die zin komt het hele verhaal uit het Almeloze. En dat is ook wat wij voorstaan, want het gaat over deze plek, deze stad. We hebben gekeken dat het verhaal sowieso interessant is voor mensen uit Almelo. Maar daarnaast kunnen toeristen hier natuurlijk ook terecht. En dat heeft allemaal toch een bijzonder verhaal met het water en de lusten en lasten die je hier ook in de eerste zaal ziet. Maar daarom hebben we specifiek ook gekozen om de tekst ook tweetalig aan te bieden en zowel in Engels. Waardoor voor toeristen het ook toegankelijk is en hier een interessante beleefbare middenweg kunnen hebben.
Arjen Maathuis, lid van het raadspresidium. Je was voorzitter van dit stadsgesprek. Vertel eens, wat vond je ervan? Ja, het was fantastisch om vanavond mee te maken dat zoveel inwoners, ondernemers en betrokkenen van maatschappelijke organisaties bereid zijn geweest om naar het stadhuis te komen om mee te spreken over de sfeer en de beelden die de nieuwe binnenstadontwikkeling gaat krijgen. Dus het was fantastisch, een hele hoge opkomst en dat is iets wat we graag willen met de samenleving in gesprek. Ja, als je zo'n avond doet, dan moet je ook de mensen die je uitnodigt serieus nemen en dan moet het ook een vervolg krijgen. Dus we gaan het er straks ook over hebben hoe uw inbreng een goede plek krijgt in het beeldkwaliteitsplan en u de komende weken, maanden betrokken blijft in reflectie als u dat wilt. Bij de uitvoering van het plan. Rode kaart, het is een beetje een 2/3, 1/3, als ik zo zie. Het is in de stad, het is het mooiste wat je hebt kunt. Dat vind ik ook een hele mooie. Het plein als ontmoetingsplek, dat hoor ik er ook in. Hadden jullie het verwacht? Nee, dat hadden we zeker niet verwacht. We dachten van, nou, er komen altijd wel wat mensen op af. Maar we zien dat dit onderwerp echt leeft in de stad. En dat mensen ook bereid zijn om daarover mee te spreken. En dat is gewoon hartstikke mooi. Dus het zijn inwoners, maar ook gebruikers van de binnenstad, die vanavond hier waren. De gezamenlijke huiskamer kunnen we allemaal denk ik goed gebruiken. En dat is ook een invulling van de binnenstad van de toekomst, die veel meer ontmoetingsplek is geworden. Niet alleen maar winkelcentrum, maar ook de plek waar je elkaar vindt. Ja, en nou is natuurlijk de hamvraag, wat gaat men ermee doen? Nou ja, het is de bedoeling dat we wat we op hebben gehaald vanavond gaan verwerken in het visiedocument. Het visiedocument gaat de raad vaststellen, de gemeenteraad. En dat gaan wij doen zodat de bouwer, de ontwikkelaar van de plannen, een leidraad heeft van hoe het eruit moet komen te zien. En wij gaan de opbrengst van vanavond gaan wij daarin vertalen. Ja. En wanneer, wat is het tijdsbestek waarin dat gaat gebeuren? Nou ja, dat gaat vrij vlot, want de binnenstadsontwikkeling moet ook vlot van start gaan. Dus in april gaan wij al besluiten over het visiedocument. We hebben via de bewindvoerder een aanbod gehad en dat aanbod betrof inderdaad buurtzorg en we hebben daar niet voor gekozen. En waarom niet? Er zitten een aantal juridische haken en ogen aan omdat ze een transitievergoeding wilden hebben van ons. Dus meer dan een ton om het werk over te kunnen nemen en de garanties te kunnen bieden om de koppels in stand te houden. Daarvan hebben wij gezegd, ja, als we dat alleen aan buurtzorg geven, ja, wat betekent dat dan voor onze andere aanbieders? Dat transitiebedrag, dat was afkomstig waarvan? Dat was het voorstel wat de bewindvoerders aan ons hebben gedaan om buurtzorg de klanten en de medewerkers te laten overnemen. Waar komt het geld vandaan, dat transitiebedrag? Ja, dat weet ik niet, want wij gaan het niet betalen. En waar andere gemeentes dat vandaan halen, weet ik niet. De bewindvoerders hebben natuurlijk wel laten weten dat familiehulp, zoals het nieuwe onderdeel zou gaan heten van buurtzorg, dat geld nodig heeft om voor scholing van medewerkers en een andere werkwijze. Dus dat is wel onderbouwd. Maar wij gaan daar niet op in, dus dat kan ik u verder niet uitleggen. Maar we hebben hier in Almelo 24 andere aanbieders waar wij een goede relatie mee onderhouden. En die zich ook gemeld hebben met aanbiedingen. Was daar ook thuisgenoten bij? Onder andere. Ja. En die deed toch ook een heel riant aanbod, hè? Zonder allerlei voorwaarden? Er zijn een aantal aanbieders die graag met ons in gesprek willen om te kijken hoe in elk geval de cliënt en de medewerkers van nu nog TSN, hoe die een goede plek kunnen krijgen in hun organisatie. Dus dat betekent behoud van de koppels, de cliënten en de medewerker en ook betaling volgens de cao zoals we dat graag willen. Wanneer denkt u dat dat rond zal zijn? We hebben al een uitvraag gedaan bij de aanbieders, dus we zullen die resultaten snel hebben. En we hebben tot 25 april zeg maar, om dat compleet af te ronden. Dus we hebben nog even tijd, maar ik snap dat medewerkers en cliënten natuurlijk liefst zo snel mogelijk willen weten waar ze aan toe zijn. Hey lieve familie, schreeuwde Frank. Gaan we een reisje maken? Mag ik mee? Hij had zijn handen op de motorkap gelegd. Rob was zich wezenloos geschrokken. Hij keek even opzij. Doe je deur op slot. Ook de achterdeur. Nu! Jenny draaide zich om en drukte de knopjes aan haar kant in. Hou je vast! Ze vond de eerste versnelling en gaf gas.
De auto kwam niet in beweging. Koppeling, riep Rob. De wagen dook een meter naar voren en Robs vader moest wegspringen om niet omvergereden te worden. Hij gaf een klap op de motorkap. Je leert het nooit, Jenny. Ik zal wel rijden. Waar gaan we naartoe? Met geen mogelijkheid kon de auto langs de rijweg op. En Franke wist dat. Je zit vast, lieverd. Je komt er niet uit. Op zijn gemak wandelde hij naar de bestuurdersdeur en probeerde die te openen. Allemaal uitstappen. Einde van de rit. Frank begon te lachen. Samen uit, samen thuis. Hij hield op met lachen, terwijl hij merkte dat hij de deur niet open kreeg. Hij rukte aan het portier, probeerde vergeefs de achterdeur en begon op het raam te bonzen. Open! Doe open! Franke sloeg nu zo hard tegen het raam dat Rob bang was dat het glas zou breken. Hij keek opzij en zag dat zijn moeder zweette. Ze worstelde met een versnellingspook. Even naar voren. Normaal, denk ik. Lisa, die las het Achterhuis. Het is een mooi boek, maar je hebt niet het makkelijkste boek gekozen om voor te lezen. Dat was wel een pittig boek. Dus dat vind ik wel lef hebben als je dat doet. Het is je goed gelukt. Eén keer stokte je. Ja, maar dat geeft niks. Lisa. Ook voor je gevoel. Langzaam lezen. Dat is even een tip voor jullie allemaal eigenlijk. Ik heb nog een tip voor jullie. Geïnteresseerd. Het is een landelijke voorleeswedstrijd Read to Me. En we hebben vandaag de Almeloze finale georganiseerd. En de winnaar die gaat door naar de provinciale finale. En uiteindelijk is er een landelijke finale in Amstelveen in mei. Nou, er doen bij zo'n voorleeswedstrijd doen vaak inderdaad meisjes mee. We hadden in de schoolronde waren wel wat meer jongens. En Wahiek was de enige jongen die meedoet met de finale. En heeft dus inderdaad ook gewonnen. Dat is heel mooi. Maar goed, het is wel vaak zo dat ook landelijk dat de meest meisjes meedoen. Een historisch museum en dat, daar heb ik dus een beetje vrolijkheid gebracht met een liedje. Hoe lang ben je nu weg in Almelo? Nou ja, ik was 21 jaar toen ben ik hier vertrokken. Ik ben nu 66, dus rek maar goed. Maar ja, weet je, Almelo is toch mijn roes. En ik denk, nou, er wordt een historisch museum geopend. Ik denk, dan moet ik bijwen. Ja, je bent zelf ook een beetje historie. Ik ben hartstikke historisch. Tuurlijk, ik ben ook, hoe noem je dat ook alweer wat ik ben? Leefde legende. Net zoals Anne van Els, maar dan in een andere versie. Maar Amsterdam is toch eigenlijk een soort voorstad van Almelo? Amsterdam is de stad van de eeuwige jeugd. Daarom ben ik naar Amsterdam gegaan. In Amsterdam maakt niet uit hoe oud je bent, je kunt alles doen waar je wilt. Je wordt net voor Anneke. En nou ja, als je in Almelo woont, dan moet je gewoon een hanas aantrekken en dan kun je leven. Almelo is heel erg veranderd, want toen ik voortging, toen hadden ze nog allerlei leuke historische dingen, bijvoorbeeld de haven en de Schouderooi en zo. Dat was er nog, maar dat stond wel op punt van afbreken in die tijd. Maar ik dacht, ze bent wel zo verstandig dat ze dat niet afbreekt. Maar toen kwam ik 20 jaar later terug en toen ben ik me kapot geschrokken. Echt waar, ik denk, wat is hier aan de hand? Alles is afgebroken. Zelfs de kleuterschool waar ik opgezet heb, dat was een Amsterdamse school. Dat was een historische school. Dat had nooit afgebroken mogen worden. Nooit. Dat liedje waar we net gebracht hebben, daar gaan we een clip bij maken. En dan kregen we allemaal van het historisch museum, kregen we dus allemaal foto's van de Schouderooi. En die clip die komt hier dus ook te draaien. Dus over een maand of zo
dan hou hier die clip van de schouderrooi. Je wordt dan weer opgeroemd. Nou ja, dat hoeft van mij helemaal niet. Het geeft me gewoon dat ik een klein beetje toevoeg aan de historie van de stad. En het idee was eigenlijk voor Almelo iets, weer een beetje levendigheid te creëren voor de winterperiode. Toen hebben we gekeken wat zijn de mogelijkheden. Nou, dan hebben we een keuze gemaakt. Food, dat bindt. Hè? Eten, drinken. Dus zijn we een soort excursie gaan doen langs de velden. En zijn we in Amsterdam terechtgekomen bij Food Festival Amsterdam. Daar zagen we een heel erg leuk scala aan foodtrucks met veel interactie. We denken dat moet gebeuren in Almelo. Ja, zo zijn we het eigenlijk aangevlogen. Zeer veel deelnemers zijn uit hunzelf gekomen richting ons. Allemaal hebben ze hun eigen identiteit met hun eigen charme, hun eigen muziekstijl, maar ook hun eigen assortiment. We hebben een heel erg leuk scala kunnen creëren voor deze eerste editie. Dus denk daarbij aan de biologische hamburgers, de hotdogs met zuurdesembrood, maar ook de smoothies en de scones mogen niet worden vergeten. Een hele gave industriële bar geregeld samen met onze brouwerij. En als we ze nu kijken en net even ophalen na 2 uurtjes, kunnen we nu eigenlijk al stiekem spreken over een succesvolle editie. Veel positieve reacties. We hebben een internationaal veld overigens die meedoet aan de deelnemers. We hebben iemand uit Duitsland, we hebben 2 mensen uit België. Dus hoe leuk is dat om Almelo zo te profileren tijdens de winterperiode? Er zijn mensen die zeggen dat het wel groter mogen zijn. Ja, terechte vraag. Is ook iets wat we hebben nagestreefd. Alleen we willen wel eigenlijk zorgen dat iedereen in een veilige omgeving een leuke dag kan hebben, middag kan hebben. Waarin we in fase 1 eigenlijk hadden gezegd we willen buiten uitbreiden, buiten de boog hallen. Hè? Want de Indiëtrein dat is natuurlijk heel erg breed en heel erg groot. Maar toch door de weersomstandigheden en de voorspellingen hebben we een keuze moeten maken om alles in de hal te doen. Wat je dus nu ziet en als je zegt dat waar ik een rondje loopt, is dat je heel erg compact de deelnemers bij elkaar ziet, maar daar ook heel snel de gezelligheid. Dus misschien inderdaad een terechtpuntje voor de tweede editie. Gerrit Hendricks, 500ste wedstrijd voor AVC Heracles. En dan zeggen ze altijd van, er is geen clubliefde voor één bepaalde club. Oh, absoluut wel. Mijn hele leven al. Heracles is een passie. Wanneer ben je begonnen bij Heracles? 1984. Jongen. Zoiets? Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet precies meer, maar volgens mij is het omtrent die tijd. En dan speel je 500 wedstrijden voor één club. Nooit intentie gehad om naar een andere club te gaan? Nee, nooit. Nee? Ik zou alleen als ik naar de prof zou gaan, ga ik naar de prof toe. Toen de tijd, maar als ik dat niet zou kunnen halen of bereiken, dan ga ik niet weg. Dan blijf ik hier. En had dat erin gezeten op een gegeven moment dat je naar de prof zou zijn gegaan? Kunnen anderen denk ik beter over worden, ik niet. Misschien wel. Als ik mijn levensstijl iets beter had aangepast. Ja, dan misschien wel, ja. Goed, AVC Heracles, een club die ontzettend in jouw hart zit. En waarvoor jij eigenlijk op het einde gekomen bent van je loopbaan. Of zeg ik nou iets wat helemaal niet waar is? Wel bijna aan het einde, maar ik was wel van plan om volgend jaar nog een jaar door te gaan, mits ik het aan kan natuurlijk. Als ik niet meer van waarde ben, dan stop ik. Maar dan blijf ik wel betrokken met de eerste helft al. Je staat bekend als een man die, als het nodig is, er even in komt om zijn doelpuntjes te maken. Ja, dat was vroeger wel zo. Ja, dat is de laatste tijd wat minder. Maar ik ga straks weer mijn best doen. Ja. Sta je in de basis? Ja. Dat betekent dus, met je 500ste wedstrijd, dat jij vanaf het begin acte présence mag geven. Ja, zeker weten. Had je anders verwacht? Nee, eigenlijk had ik niet anders verwacht. Maar Het is natuurlijk wel zo dat jij staat bekend als een mannetje die zijn tegenstander nog wel eens uit de wedstrijd wil praten.
Ja, ja, ik kan af en toe een klerenleider zijn, ja. Ja, ja. Het doel heiligt de middelen, zeg ik altijd. Dat betekent dus, als er maar gewonnen wordt, dan mag er, is eigenlijk alles gewonnen, of? Ja, na de tijd zijn we vrienden, gaan een potje bier drinken. Ja. Maar tijdens niet. Hoe voelt dat nou, 500 wedstrijden voor één club? Eerlijk gezegd voelt het niet anders dan anders. Nee, gewoon zelf, dat is nog eenmaal zo, dus. Er staat straks nog een huldiging op het programma. Dat onderga je en dan gooi je het van je af. En dan ga je gewoon de wedstrijd spelen. Ja, zeker winnen, 100%. Ik wil gewoon die 3 punten en voor de rest stelt er voor mij vanmiddag niks. En na de wedstrijd zien we wel verder. Ja, dan wordt het al. Nog een wat. Ja? Brinkdagen in Den Ham. Twee vrijwilligers? Ja. Maar mijn werkelijke beroep was herenmode, LTM hier in Almelo. Dat is een Leeuwarden textielmaatschappij. En toen dat dichtging, ben ik omgeschoold tot elektromonteur en heb ik gewerkt bij Henk Riefman. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu.
Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.